funderingsproblemen in Haarlem. Nou, dit is een klassiek voorbeeld. En als je dan vervolgens naar de onderkant van het kozijn kijkt, dan zie je dat de onderkant van het kozijn ruim een centimeter of 3-4 lager ligt dan de andere zijde. Het kan natuurlijk ook een constructief gebrek zijn, want er is hier een muurdoorbraak gemaakt en waarschijnlijk is de boel verzakt. Het zijn buren. Ja, maar het staat wel naast jullie huis. Ja. En dan zien we hier ook nog een hele fikse scheur. Foe. Ja, foe, hè? Ja, ik zie hem. En dan denk je, Haarlem, daar heb je toch geen funderingsproblemen? Dat heb je toch alleen maar in Amsterdam? Nou, echt dus niet. Een huis kopen in Haarlem? U kunt contact met ons opnemen. Premiumkeur Haarlem. We weten alles van funderingen en kunnen u zeer deskundig informeren hoe met funderingsproblemen om te gaan.